En God zegt tegen jou, als jij hem toestaat, zal hij jou gaan gebruiken voor meerdere landen. Zij zal jou gebruiken om te gaan reizen. En om de evangelie te brengen. Maar niet alleen dat, maar ook om mensen echt daadwerkelijk hulp te bieden. Als ze dat nodig hebben. Ik zie ook echt rijden in busjes en vliegtuigen en van alles aan het ondernemen. En dat zit heel erg in je. En God, dat wat in jou zit, dat mag er nu aan gaan komen. En dan mag je ook echt naar uit gaan strekken. En zeggen, oh, wauw, ik kan maar gewoon een beetje doorkabbelen met mijn leven. Maar ik kan nu ook duidelijke beslissingen gaan maken. Zodat de roeping van God in jouw leven ook zichtbaar gaat worden. En daarin ben je ontzettend belangrijk, zegt God. Want heel veel mensen zullen hulp krijgen door jou. En niet alleen in goederen, maar ook in je woorden. En in je bemoediging, in je vertroosting. In alles, in gewoon wie jij bent. En jouw weg is heel bijzonder. Dat heeft niet iedereen. Hè? Je profiteert niet over iedereen dat hij zomaar overal over de hele wereld gaat. Maar jij hebt die roeping wel degelijk. En dat spreek ik ook over jou uit de Jezus naam. Halleluja.